Ik ben met iedereen vereerd die hier aan tafel komt zitten. Maar nu helemaal, omdat ik haar al zo vaak en met zoveel plezier op de televisie zie. Anne de Meester. Zij is directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem. Jij zou komen, mag ik jij zeggen, Anne? Ja, natuurlijk. Ja, ik ben Belg, ik zeg altijd u. En zeker naar u, maar mij okay, mag jij... zeg jij u tegen mij, zeg ik jij tegen Elfer. Ja. Je zou komen met Asfa Bijnaar. En zij is coördinator van Musea Bekende Kleur. Ja. Asfa was eigenlijk de hoofdgasten. Ik bedoel, ik zit hier als de sidekick. Dus je moet je voorstellen dat Asfa hier is. Maar die heeft wel een videoboodschap ingesproken. Want het was onmogelijk voor haar om hier nu te zijn. Ja. Maar Musea Bekende Kleur is een initiatief eigenlijk van musea die beseffen dat ze op het vlak van inclusie en diversiteit nog een hele lange weg te gaan hebben. Ja. En daar willen op inzetten. En Asfa die houdt het allemaal bij elkaar. Want het zijn meer dan 25 musea en dat blijft groeien. Dus dat is heel vaak een Poolse landdag. Ja. Maar ja, het is ook een beweging die we moeten aangaan en waar we achterstand op hebben. Ja, zij heeft een videoboodschap. Ja, dus die is heel belangrijk. Laten we daar, laten we daar even kijken. Daarna praten we. Ja. Waren we nu net zo lekker bezig met Musea Bekende Kleur om de museale sector nu daadwerkelijk inclusiever en cultureel diverser te maken, komt corona ertussen. Met alle beperkende maatregelen van dien. Laat het effect hiervan nu niet zijn dat musea weer slechts bereikbaar worden voor, namelijk voor een kleine witte elite. Wij van Musea Bekende Kleur zeggen no more white parties. Wat een mooie, krachtige boodschap. Ja. Maar kennelijk een noodzakelijke boodschap. Ja, ik denk zeker nu, want ik kan niet namens Asfa spreken, maar wel waar ik zelf heel bezorgd voor ben, is van... heel veel culturele instellingen, ook musea, zitten nu in de overlevingsstand. Die zijn aan het water trappelen om überhaupt het hoofd boven water te houden. Ja. Maar er zijn eigenlijk twee grote mogelijke slachtoffers van. Het ene is de kunstenaar zelf. Ja. Van wij als musea moeten... De kunstenaars zijn onze bron. Of ze nu dood zijn of levend. En vooral de levende kunstenaars. Ja. Wij moeten ze correct uitbetalen. En we moeten ze mogelijkheden, opdrachten bieden. Maar dat is het eerste wat in het gedrang komt als je moet bezuinigen. En als je moet survivalen. En het tweede is het idee dat musea... Wij zijn vaak nog witte bastions. Zeker bijvoorbeeld ons Frans Hals Museum. En er was een echte urgentie om dat aan te pakken. Maar als je dan weer moet overleven, dan plooi je terug op jezelf. Dat is een, denk ik, een hele natuurlijke reflex. Dan gaan al die dingen eraf. Hè? Ja, alles wat dan niet, essentie is. Ja. Hè, van niet het brood en water. Ja. Dat komt in gevaar. En in die zin vind ik de boodschap van Asfa ontzettend relevant. Want daarin zit ook de maatschappelijke relevantie van musea. Hm. Musea zoals het mijne, die zijn een soort transmitter tussen het heden en het verleden. Wie zijn geschiedenis, het uiterste cliché, wie zijn geschiedenis niet kent, die kan de toekomst niet in. En wij als musea moeten dat werk daar mede voor verrichten. Maar als je terugvalt op wat je alleen maar kent, dan worden wij een soort Belgische golfclubs. Inderdaad, elitairder dan ooit tevoren, omdat je al minimum mensen mag toelaten. En omdat je zo gefocust wordt op van, hoe kom ik hier doorheen? Ja. Dat je misschien niet meer die blik op de wereld hebt. En een blik hebt op alle brandende issues die er in Nederland spelen. Dan zijn we alleen nog maar hoeders van erfgoed en van kunst die te bewonderen valt. Maar we moeten net die maatschappelijke rol ook pakken. Ja, en dat gezegd hebbend, hoe handel je daar dan nu naar? Met je Frans Hals Museum. Ja, in eerste instantie moet ik zeggen met een beetje machteloosheid. Het is een heel zoeken naar hoe ga je dat bewaren. Ik denk dat het geldt voor heel veel instituten. Eerst probeer je weer te stabiliseren, maar tegelijk na te denken over van oké, maar dat stabiliseren mag niet betekenen dat wij klein, hokkerig, nationalistisch en beknepen worden. En een initiatief als Musea Bekende Kleur en het werk dat Asfa en haar collega's daarvoor verrichten, dat kan echt helpen om die blik ruim te houden en ook te bedenken van ja, wij moeten wat doen. Wij kunnen niet alleen maar denken hoe overleven we zelf deze crisis en de volgende recessie. Maar ook voor Asfa in deze tijd blijven het hartekreten. Ja. Wat zijn de handelingen? Wat kan je doen in deze tijd van krapte, schaarste, benauwenis en angst? Wij denken in eerste instantie voor iedereen die in een museum werkt, educate yourself. Hè? Van doe je witte huiswerk, blijf je bewust van de maatschappelijke urgentie die er buiten leeft. Dus eigenlijk eerst gewoon een soort studie, niet achter het boek,
maar meer van een soort bewustzijnsverruiming. Dat je met je gezonde verstand. Ja, dat je eerst zelf. Ja. Ik denk dat musea ook instituten moeten zijn voor bewustzijnsverruiming, omdat kunst dat is. Maar dan moet je beginnen bij jezelf. Dus ik denk het begint bij het feit dat directeuren, stafleden heel goed gaan nadenken over van oké, waar ben ik mee bezig? En heel goed gaan luisteren van wat gebeurt er nu eigenlijk? En ik ben zelf altijd iemand van de actie, maar die actie is er nu nog niet. Ik denk dat we eerst nu moeten verruimen, luisteren. Ja. En dat de actie hopelijk snel weer komt, maar er nu nog niet meteen op die manier is. Nee. Hoe gaat het met het Frans Hals Museum in deze tijd? Ik denk net zoals met alle musea heel dubbel. Aan de ene kant zijn we heel erg blij dat je weer mensen mag toelaten. Want we waren allemaal een soort spookhuizen of een soort kerkhoven. Hè? Ja. Kerkhoven voor de kunst. Van, ja. Want als niemand het ziet, kun je ze net zo goed in een kelder stoppen of in een bunker. Dus nu mogen mensen ze weer zien en dat is heel fijn. En het is ook heel fijn om te zien dat bezoekers heel erg genieten. Want we zijn een soort echt exclusieve, serene oorden van rust en stilte. Waar je bijna alleen doorheen loopt. Misschien is het soortelijk gewicht en de intensiteit van als je nu iets bezoekt wel groter dan Shoppen naar de volgende blockbuster. Shocked. Dus in die zin voor de bezoeker, denk ik, die het beslist om te komen en die kan komen, is het geweldig. Ja, maar voor jullie rinkelt kassa te weinig. Voor ons is het economisch gezien heel instabiel. En het is ook zo dat je net wil. Wij hebben als museum nooit gezegd, we willen extreem grote bezoekersaantallen. Nee. Maar we willen wel draagvlak. En draagvlak betekent ook aantallen. Dus het is een heel erg dubbele situatie. Het is een beetje Januskop. Aan de ene kant krijg je de rust en stilte en de aandacht voor de kunstwerken en het genoegen en de intensiteit voor de bezoeker, wat je normaal niet hebt. En aan de andere kant is er een economische realiteit. Ja. Dit valt niet vol te houden. En is er ook het feit dat iedereen is nu een soort VIP. Maar ja, van very important persons zijn er niet heel veel. Nee. En dat is een kleine club mensen. Toeristen zijn er natuurlijk niet. Nee. En die, ja, dat is wel denk ik. Het is helemaal, het is ongeveer de metafoor van zoals de samenleving nu is. Hè? Ja. Rustig, maar dood. Ja. Ja. Ja, en moeizaam en struggelend. En wij zijn de creatieve sector, dat zul jij hier heel erg. Ja. Maar toch is het is heel moeilijk om nu nieuwe, plotsklaps op stel en sprong nieuwe methodes en nieuwe benaderingen en nieuwe businessmodellen te verzinnen. Dus ik ben er zelf heel ongeduldig in. Ik dacht van, we moeten nu het nieuwe model, maar dat is er dus nu niet. Nee. Dus ik denk dat we ook geduld met onszelf moeten hebben. En dat we van de overheid aan de ene kant als sector financiële ondersteuning nodig hebben om gewoon om te overbruggen, want anders ben je gewoon dood. Maar ook om weer te kunnen denken en om weer creatief te kunnen zijn en om die innovatieve modellen te ontwikkelen. Hmm. Dat we dat ook in tandem met de overheid kunnen doen. Van hoe. Er wordt natuurlijk door de vrije sector, mensen, de ZZP'ers, de mensen die echt al, de horeca alles, nog wel met enige jaloezie gekeken naar de schatkamers, de gesubsidieerde schatkamers, die het nu ook moeilijk hebben, maar die nog iets hebben. Ja. Alleen ik denk de meeste musea in Nederland hebben sinds Halbe Zijlstra een heel groot eigen verdienvermogen. Ja. Dat is nu een boemerang. Dat hebben wij ook. We hebben 48-52% eigen verdienvermogen en dat is ook onmiddellijk weg. Ja. En dus ik wou dat het zo was. Wat sommige mensen roepen van musea zijn subsidieslurpers en houden hun handje altijd op naar de overheid. Als dat zo was, waren wij nu niet in gevaar. Maar omdat we inderdaad ook commercieel zijn en ook ondernemend. Ja. Ook afhankelijk van de markt. Mijn collega Marian Scharlo van het is een soort amputatie. Ja. Maar tegelijk te beseffen inderdaad voor ZZP'ers, voor kunstenaars, voor de museumdocenten, voor de vertalers, voor de rondleiders, is dit nog dramatischer. Wat moet je hoofd toch ongelooflijk hard laten werken in deze tijd. Ja, met al die tegenstellingen en die dilemma's. Nou ja, in ieder geval ben jij hier en Asfa was in beeld voor de twee belangrijkste thema's, de kunst en de cultuur en de diversiteit. En wat nu natuurlijk heel erg speelt. Ja. Het racisme en de kleur. Ja, waar we nu echt iets mee moeten in tijden van crisis. Zeker. En tegelijkertijd geïmmobiliseerd zijn en misschien wel te stil. Ik denk dat we als museum ook moeten proberen van hoe kunnen we wel spreken? Ja. Ook al zijn we wit en geprivilegeerd, hoe durven en hoe kunnen we wel spreken en luisteren? Voor hoeveel mensen ben jij hier, Anne? Maar ja, als Asfa erbij was, waren we voor meer dan 24 musea. Maar ik durf dat nu niet mee te nemen. Dus ik ben er
nu voor het Frans Hals Museum. En we hebben ongeveer 43 werknemers, 1500 vrienden, 25 beminnaars en 10 leden van de Raad van Advies en de Raad van Toezicht. Dus ik ben niet zo snel een hoofdrekenen. Dus ik denk een dikke... Zeg het nog één keer, want dan kan de jury het uitrekenen. 1500 vrienden, 43 werknemers, 43. 10 leden van de Raad van Advies en Raad van Toezicht. Ja. En ongeveer 25 beminnaars, financiële 53. Ondersteuners. En dan doen we er een paar bij, ook voor haar musea. Ja. We doen er 1700. Ja, dat is heel redelijk. Dat is heel redelijk. Ja. Dank je wel, Hanne. Lieve Anne, dank je wel. Wil jij je handtekening op dat bord zetten? Want iedereen doet dat. Ja. En de teller gaat lopen voor jullie. Fijn, dank je wel. Dank je wel en heel veel sterkte. Ja, jij ook nog succes hiermee. Dank je.